voetbal beleef je in het stadion. Koop nu je seizoenkaart bij Roda JC Kerkrade. Roda JC, Limburgse passie. Maar ik heb ook gezien dat hij van een jongetje man is geworden. Man in het voetbal. En hij staat open voor zijn coach. Hij wil nog aan zichzelf werken. Wat Frank de Boer over Eriksen zegt, kan ik over hem zeggen. Ik hoop dat je nog eens de gouden schoen haalt. Veel succes. Ik denk dat ik een super avond heb gehad. Helemaal omdat meneer Van Gaal aanwezig was. Hè. Die komt daar niet zo vaak. Die heeft wat akkefietjes daar gehad. Maar ja, het was echt genieten. Wat een wedstrijd om die debuut te maken. Tjommer er vanaf. En Vormer, jong talent uit de eigen opleiding. Waarom heb je voor Van Gaal gekozen? Ik ben toch, heb me de kans gegeven. Ik ben gedebuteerd onder hem. En hoe die man met voetbal bezig is, ja, dat is ongelooflijk. Hij weet alles van het spelletje, dus daarom eigenlijk. Geen ruimte voor het schot, dus de combinatie. Prachtig, Vormer voor de 1-0. Ja, heel mooi doelpunt van Roda. Schitterend uitgespeeld. Ja, gezien onze prestatie als team vorig jaar, zijn meerdere jongens die er eigenlijk individueel ook hebben kunnen bovenuit steken. En Ruud was er toch eentje van die vorig jaar eigenlijk constant goede prestaties heeft geleverd. Hij verdient die schoen omdat hij gewoon een hele goede voetballer is. Een jongen is die wil leren. Een jongen is die gewoon specifieke kwaliteiten heeft. Maar ook nog heel veel winst, waarin ook nog heel veel winst te behalen valt. Kun je uitleggen, waarom is hij belangrijk voor jullie spel? Nou ja, goed, wij spelen in een systeem waar je op het middenveld meestal een mannetje over hebt. En als je dan een speler hebt op die positie, op de verdedigende middenveldpositie, die dan ook de bal durft te hebben, die daar van daaruit ook de andere mensen aan het werk kan zetten. En vorig jaar waren dat Willem Jansen, waren dat Leroy de Loze, soms Boudorg, maar ook Joem. Het waren dan lopende mensen op het middenveld. Nou, hij een controlerende rol had, maar ook een sturende rol. Dus niet alleen maar achter de man aanlopen, maar ook in balbezit meedenken. Daar geef ik wel een beetje zijn kwaliteit aan. Is het nou een eer? Ja, zeker weten. Helemaal omdat je bij Roda speelt. Hè. Meestal verwacht je dat van topclubs. Maar nu zat ik er en is alleen maar mooi. Als je nou kijkt naar de andere twee winnaars, Theo Jansen en Wesley Fouk, is het dan terecht dat jij erbij staat? Of had je misschien hoger moeten staan? Nee, ik denk dat het wel terecht is dat ik derde ben geworden. Kijk, Theo, misschien kon ik ook nog tweede worden natuurlijk. Maar de laatste wedstrijd was ik geschorst. En kreeg ik een 5,5 en dat deed het hem. Maar ik denk dat Theo gewoon een fantastisch seizoen heeft gespeeld. Maar ik denk dat het voor hem belangrijk is dat hij gewoon blijft leren en blijft doorgroeien. Er zijn dingetjes die je nog beter kan doen, dat weet je zelf ook. En daarvoor zijn er de meer ervaren jongens rondom hem die hem daarin moeten sturen. En ook de ploeg die hem daarin moet sturen. Maar één keer dat wij terug beginnen te draaien, dan denk ik dat Ruud daar gewoon ook weer... goede prestaties om neerzetten.